Ik laat me vandaag rondleiden op het terrein van Arnhems Buiten, oftewel het oude KEMA-terrein. Welkom bij Dit is Arnhem. Hoe groot is dit park? Het terrein bij elkaar is ongeveer 54 hectare groot, verdeeld over 4 deelgebieden. We staan hier nu op Den Brink, dat is het oudste monumentale deel van het terrein, ook landschappelijk ingericht. En wat wel aardig is aan dit oude deel van het terrein Arnhems Buiten, is dat met name de gebouwen in het verleden niet hoger mochten worden gebouwd dan de boomtoppen. Dat was een zogenaamd herenakkoord en daar hebben alle partijen zich aan gehouden. Daarbij komt dat ook de gebouwen niet in het zichtveld van elkaar mochten staan. Dus als je in het ene gebouw aan het werk bent, dan zie je doordat er heel veel bomen en struiken tussen staan, het volgende gebouw niet. Dat maakt het juist zo bijzonder. We staan nu voor een van de mooiste panden. Ja, dat wordt gezegd en ik denk ook wel dat ik het eens kan zijn. Dit is een van de mooiere gebouwen op een hele mooie locatie. Zeker ook als je bovenaan op het balkon staat van het gebouw. Dan kun je heel mooi over de glooiende stuwwal naar beneden kijken en kijk je zo Arnhem over. Dat maakt het hartstikke mooi om daar natuurlijk te werken. Wat weet u van de ontstaansgeschiedenis van dit gebied? Het is gesticht destijds door een rijke familie uit Den Haag. Vandaar ook dat heel veel gebouwen die hier staan in de Haagse school zijn gebouwd. 150 jaar geleden zijn ze ermee begonnen. En vanaf de 1930 ongeveer is KEMA hier terechtgekomen en hebben zij het langzaamaan uitgebreid. En is de KEMA hier nog aanwezig? Ja, KEMA zit verdeeld over het terrein in meerdere gebouwen. Inmiddels heet het DNV GL. En zij zijn verspreid over zo'n 10, 15 gebouwen nog op Arnhems Buiten aanwezig. En Arnhems Buiten bestaat eigenlijk uit ongeveer 80 verschillende gebouwen. Deels monumentaal, maar deels ook een mix met nieuwbouw. Waaronder bijvoorbeeld ook een gebouw van Meijer en van Schoten. Die bijvoorbeeld bekend is van het hoofdkantoor van ING in Amsterdam. De Schoen, zoals die ook al wordt genoemd. En al die gebouwen worden bevolkt door, en er staan er misschien een paar leeg, door bedrijven die iets te maken hebben met elkaar. Wat is de rode draad hier? Nou, de rode draad is de EMT-sector, de energie- en milieutechnologie-sector. Ik denk dat ongeveer 80% van de bedrijven die hier zijn gehuisvest werkzaam is in die energiesector. De bedrijven hebben dus allemaal gemeen dat ze met energie te maken hebben. We gaan ook een aantal bedrijven ontmoeten. Zijn hier ook buitenlandse bedrijven aanwezig? Ja, in het gebouw achter ons bij 38 op Den Brink is recent Sinex binnengekomen. Een Chinees bedrijf. Dat is natuurlijk voor ons heel erg leuk dat wij ook internationale bedrijven aantrekken. Het is niet het enige internationale bedrijf wat hier op het park is gehuisvest. We hebben recent ook een Nieuw-Zeelands bedrijf binnengehaald, Greenlane. Dus het is heel erg leuk dat ook buitenlandse bedrijven zich nu tot ons wenden. Ja, de toren van Tennet, die is er nog. Natuurlijk nog steeds als beeldmark van Arnhem. Wie zit daarin? Dat is inderdaad nog steeds de toren van Tennet. Die wordt nog steeds ook gebruikt. Dus wat dat betreft, hij staat hier achter ons als icoon. Want ik denk dat de meeste mensen in Arnhem deze toren goed herkennen. En ik ben ook blij dat hij er staat. Want dat is voor ons ook een heel goed herkenningspunt. En ook voor de Arnhemmers en mensen uit de omgeving. Als je nou kijkt naar Arnhems Buiten, is het bekend in heel Nederland of ook wel daarbuiten? Ja, wat je toch ziet, omdat wij een sterke focus hebben op de EMT-sector, is het toch zo dat heel veel bedrijven, dus ook uit het buitenland, ons inmiddels weten te vinden. En wij zijn daarom ook blij dat we inderdaad van heel ver over de grens dat er bedrijven hier naartoe komen. Dus wat dat betreft spelen we ons goed in de kijker. Dat doen we overigens ook samen met andere regionale bedrijventerreinen hier in de buurt. En ook de gemeente Arnhem speelt daar een bijzondere rol in. Wat zou de gemeente Arnhem kunnen doen? De gemeente Arnhem zorgt ervoor dat zij zich ook profileren als energiehoofdstad van Nederland eigenlijk. En dat zorgt er dus voor dat alle bedrijven die zich melden en op zoek zijn naar huisvesting, dat die uiteindelijk ook in Arnhem terechtkomen. En dat is dan natuurlijk heel leuk als wij die dan bij Arnhems Buiten mogen verwelkomen. Zou je, ja, een beetje een vreemde vraag, maar zou je ook kunnen uitbreiden nog op Arnhems Buiten?
Ja, wat wij heel graag zien is dat wij de starters van deze wereld en met name de innovatieve bedrijven, die beginnen hier bijvoorbeeld vanaf één werkplek. Dus je kunt hier een werkplek huren en dat kan zo doorgroeien totdat we bij wijze van spreken een heel gebouw voor je zouden kunnen neerzetten. Wij herontwikkelen daarom ook gebouwen voor gebruikers en kunnen we helemaal tegemoetkomen aan de wensen van de bedrijven en ook de specifieke producten die zij daarmee willen fabriceren. Een succesvol huisvestingsconcept op Arnhems Buiten is de Energy Club. Anouk, we staan hier in het gebouw van de Energy Club. Hier werken een aantal verschillende bedrijven. Kun je daar wat over vertellen? De Energy Club is een clubhuis van zelfstandige professionals en kleine en groeiende bedrijven. Die proberen we hier samen te brengen. Ook weer de energiefocus daarop. Dus ongeveer 90% van de members die hier zitten zijn energiegerelateerd. En die kunnen hier vanaf één werkplek huren. Heel flexibel per maand is dat te doen. En door het concept dat we hier neerzetten proberen we de bedrijven die hier zitten, doordat ze die focus hebben, met elkaar te linken. En zodat ze elkaar kunnen versterken, waar wenselijk. En die versterking, waar bestaat dat dan uit? Dat de bedrijven de synergie onderling hebben. Wij proberen hen te koppelen, samen te brengen door middel van borrels, bijeenkomsten, open werkplekken, waardoor alles open is en men snel naar elkaar toe kan stappen. En daardoor raakt men snel met elkaar in contact en kan men aangeven welke behoeften zij hebben waar anderen wellicht invulling aan zouden kunnen geven en welke invulling zij voor anderen zouden kunnen betekenen. Dat moet hele mooie resultaten opleveren dan. Zeker weten. Je hoort her en der inderdaad van huurders dat ze elkaar kunnen versterken op bepaalde punten en dat ze de handen ineens slaan. Dus zeer zeker denk ik dat dat nog ook verder uitgebouwd kan worden in de toekomst. En dat wij proberen te stimuleren de bedrijven te laten groeien op deze manier. Een van de organisaties die er intrek in de Energy Club heeft genomen is What Connects. Peter, jij werkt bij What Connects en dat is een overkoepeling voor een aantal organisaties. Wie vallen daaronder? What Connects is een samenwerkingsverband tussen Tennet, Alliander en KEMA, tegenwoordig DNVGL, en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En wat doen jullie? We hebben een gezamenlijke opdracht eigenlijk, ieder vanuit zijn eigen doelstelling, vanuit de organisatie, maar dat is eigenlijk om de duurzame samenleving een eindje verder te helpen. We noemen dat in principe de energietransitie. Alliander die beheert het middenspannings- en het laagspanningsnet, Tennet het hoogspanningsnet. En daar gaan allemaal zaken in plaatsvinden, zoals windmolens, zonnepanelen, elektrische auto's. Dat gaat allemaal op ons afkomen en we willen daar op een goede manier mee omgaan. En dat willen we ook kunnen bespreken met de omgeving waarmee we verbonden zijn. Met name met professionals die daarin actief zijn. Nou, is er achter jou een simulatietafel. Wat laat dat ons zien? Nou, de simulatietafel laat in ieder geval zien op laagspanningsniveau van als wij bijvoorbeeld allemaal massaal elektrische auto's gaan rijden. Wat betekent dat eigenlijk voor het net? En als je het zou doen zonder slimmigheid toe te passen, dan zou het best wel eens kunnen dat het net dat niet aan kan. Want zo'n elektrische auto vraagt best veel energie. Als je hem gaat opladen, dat gebeurt ook allemaal tegelijkertijdig. Dus we moeten daar op een slimme manier mee omgaan. We noemen dat smart grid. Dus we willen eigenlijk kijken hoe kunnen we nou met z'n allen zorgen dat we met beperkte investering toch al die duurzame onderdelen zoals een elektrische auto of een zonnepaneel mogelijk kunnen maken. Met name als het grootschalig gebeurt in onze netten, dan willen we daar goed over nadenken en dat kunnen voorspellen ook. Vandaar deze simulatietafel. Een belangrijke innovatie die op Arnhems Buiten plaatsvindt is van S4 Energy. Dominique, jouw bedrijf S4 Energy is hier ook gehuisvest op Arnhems Buiten. Een en al energie, kun je iets over jouw bedrijf vertellen? Vorig jaar zijn we hier beland. We zijn nu een jaar of drie bezig als bedrijf vanuit de gedachte om met energieopslag bezig te zijn. Dat wordt een belangrijke sleuteltechnologie in de energienetwerken van morgen. Dus daar zijn we al een hele poos mee bezig om daarin een eigen technologie te ontwikkelen. En zo zijn we hier pak een beetje een jaar geleden terechtgekomen met de machine die hier achter ons staat om hier te testen. We zitten hier in het pand van DNVGL, voorheen KEMA, die ons belangrijk ontwikkelingspartner is en ons ook helpt met de testwerkzaamheden die we mogen uitvoeren en moeten uitvoeren. En dat doen we hier op Arnhems Buiten. En ik zie hier een enorme stellage staan. Wat gebeurt daarin? Hierin draait eigenlijk een grote stalen massa. Wat wij doen is energie opslaan en dat doen we door het om te zetten in kinetische energie. En kinetische energie wil niet heel veel meer zeggen dan dat je iets wat heel groot en zwaar is in beweging zet. Massa is traag, dus dat krijg je ook niet zomaar afgeremd. Daar kan je dus heel veel energie in opslaan. En dat is wat wij doen.
En wat gebeurt er dan met zonne-energie, windenergie? Hebben we dat nog nodig in de toekomst? Absoluut, absoluut. En met steeds meer wind- en zonne-energie wordt de vraag naar opslag ook alleen maar groter. Je kunt je voorstellen dat het matchen van vraag en aanbod een steeds grotere uitdaging wordt. Een kolencentrale kan je harder of zachter zetten, maar wind waait wanneer het wilt. Dat hebben we niet helemaal in de hand. Dus als je die energie die je op het moment dat het opgewekt wordt niet nodig hebt, op kunt slaan om te gebruiken wanneer je het wel nodig hebt, ja, dan hebben we een grote slag geslagen in de duurzaamheidstransitie. En wat gebeurt er uiteindelijk met jullie bedrijf? Wij zijn van plan om deze technologie die hier beneden staat te gaan verkopen. Dus dat betekent dat er straks heel veel partijen zijn die met problemen kampen op het gebied van elektriciteit. Die je deels kan oplossen met de opslagtechnologieën. En dat is waar wij op inspelen. Eigenlijk zijn jullie een heel innovatief bedrijf ook dan? Ja, dat klopt. Ja. Ja, we zijn echt met eigen technologieontwikkeling bezig. Ja. Iets voor de toekomst? Absoluut. Niet alleen de verre toekomst, maar ook de nabije toekomst. Het is iets wat nu gaat spelen. Dus dat betekent dat je er nu bij moet zijn. Dus wij zijn er klaar voor. Nog meer innovaties zullen volgen vanuit PowerLab. Een nieuw concept op Arnhems Buiten. Ja, binnenkort wordt het PowerLab hier geopend op Arnhems Buiten. Wanneer is dat? Dat is in oktober van dit jaar, tijdens de EMT-week, de Energie- en Milieutechnologie-week. En dan hopen wij dit gebouw feestelijk te kunnen openen. En wie gaan daar gehuisvest zijn? Nou, zoals op het plaatje achter ons we hebben aangegeven, we zijn nu druk met de voorbereidingen. De bedoeling is dat hier zowel studenten, leerlingen van scholen, van de hogeschool, de HAM in dit geval, en bedrijven bij elkaar samenkomen. Dat is het unieke van dit concept, het PowerLab concept, waarbij alle partijen aan elkaar kunnen snuffelen en met elkaar in aanraking komen. En het unieke daarvan is dat de samenwerking die nu is gezocht tussen de Hogeschool Arnhem, de HAM, SEAS, Stichting Beta Techniek en Arnhems Buiten, ertoe bijdraagt dat al die partijen nu doende zijn om het concept verder vorm te geven. En er op dit moment dus voor te zorgen dat zowel de scholieren met de bedrijven in aanraking kunnen komen en vice versa. Ja, dan sla je natuurlijk wel mooi de spijker op zijn kop, want dan bind je techniek aan jonge mensen en we hebben te weinig van deze. Juist, en daarom is het ook zo belangrijk dat ook de hogeschool hierin meestapt, als mede de Stichting Kenniscentrum, de Stichting Beta Techniek. Dat zorgt er ook voor dat wij ons ook klaarmaken voor de toekomst. Er is een tekort aan goed geschoolde mensen in de energiewereld, eigenlijk ook in de breedste zin van het woord. En wat wij hier ook gaan proberen is om ook scholieren of kinderen eigenlijk van de basisscholen al te interesseren voor dit soort vakgebieden. Daarmee hopen we ertoe bij te dragen op de lange termijn dat er goed geschoold personeel ook te vinden is.